Welkom bij het webinar wat we vanuit de Taskforce Toekomstbestendige Stallen organiseren. Mijn naam is Jacqueline van Oosten. Ik werk voor FME als projectmanager voor de agri-foodsector. En mag jullie vandaag door het webinar heen loodsen, om het zo maar te zeggen. We zijn er bijzonder trots op dat we zeker meer dan 200 mensen hebben die geïnteresseerd zijn in het webinar van vanmiddag. Nou, we hopen natuurlijk dat dat verder geen technologie of andere zaken in de weg zal staan vandaag. En om het een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen, zou ik willen vragen of inderdaad iedereen zijn camera en microfoon uit zou willen zetten. Dat zou denk ik het beste zijn voor de verbinding van iedereen. Ik wil heel eventjes laten zien als ook mijn systeem gaat werken. De vragen die vandaag binnenkomen, willen we vragen om die vooral in de chat te stellen. We hebben een team van mensen achter de schermen klaarstaan die nu iedereen aan het toelaten zijn in het webinar. En die ook hun best zullen doen vandaag om de vragen te beantwoorden. Gezien de grootte van de groep kan het zijn dat niet alle vragen direct beantwoord kunnen worden door de sprekers of door het helpteam achter de schermen. Als dat het geval is, zullen wij alle vragen na afloop nog eens nalezen en kijken of een direct antwoord handig en verstandig is. Zoals jullie hebben gezien in het welkomstscherm, zal het webinar worden opgenomen. Dat betekent dat het ook achteraf teruggezien kan worden. De sheets die vandaag getoond worden door de sprekers zullen ook gedeeld worden. En in deze sheet zullen ook de contactgegevens van de sprekers staan. Dus ook achteraf zijn de sprekers nog voor vragen te benaderen. We hebben vandaag een vol programma. En een mooi programma vooral. Zometeen zal Xander Pieters heel eventjes iets introduceren over de Taskforce Toekomstbestendige Stallen en waarom wij dit organiseren. Vanuit de LTO is Alfred Jansen aanwezig voor het actieplan Brandveilige Stallen. We hebben een perspectief vanuit verzekeraar, perspectief vanuit de boeren en een aantal technologieën die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de preventie van brand in de stal. En als er tijd over is, zullen we gebruik maken van wat interacties via de polls. Dat zullen wij ook tussen de presentaties door, zullen wij af en toe een vraag stellen. Wij zullen dat doen via Mentimeter. Als dat aan de orde is, zullen we jullie daar doorheen loodsen. Daarvoor wil ik wel vragen om alvast, als je daaraan mee wilt doen, je telefoon bij de hand te houden. Dan geef ik nu graag het woord aan Xander Pieters om eventjes de Taskforce Toekomstbestendige Stallen te introduceren. Xander. Dag allemaal. Hi, ja, Xander Pietersen van FME, projectleider van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Dank allemaal voor de aanwezigheid. Dank ook Jacqueline voor het organiseren hiervan. En van Herman Litjens voor de ondersteuning. En voor jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en voor het, ja, het geven van het signaal eigenlijk voor ons dat er dus ja, veel gaande is en dat er behoefte is voor dit onderwerp. Ik wil even kort introduceren waar we hiervoor zijn en wie we zijn. Beginnende met die laatste vraag. Wij zijn de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. We bestaan al zo'n 3 jaar. Dus een aantal van jullie kennen ons waarschijnlijk ook al. Oorspronkelijk zijn we gestart vanuit de stikstofproblematiek. Maar al snel werd duidelijk dat de problematiek binnen de veehouderij niet probleem voor probleem moet gaan oppakken. Hè. Je komt onderweg allerlei uitdagingen tegen die je ook moet oppakken en meenemen tegelijkertijd.
Zoals brandveiligheid, zoals dierenwelzijn, zoals de business case van de boer. De taskforce bestaat uit een samenwerkingsverband. Daarin zitten FME, ZLTO, VNO-NCW, BAJK en de provincie Noord-Brabant. Daar komt waarschijnlijk de HAS, Hogeschool, bij. En met de Rabobank zijn we ook in gesprek. En samen werken we aan een in alle opzichten duurzame veehouderij. We verbinden daarbij onze netwerken en de deskundigen die daarin opereren. Om kansen en uitdagingen op te halen. Ze te verkennen, inzichten te delen. Aan business development te doen. Dat wil zeggen, als er een innovatie is ergens. Hoe zorg je ervoor dat er uiteindelijk een plan komt, financiering komt en iets uitgerold wordt. We houden ons bezig met wat lobbywerk. En ja, het belangrijkste is, we verbinden partijen met elkaar. En dat is ook een van de aanleidingen voor vandaag. Vanuit het netwerk kwam het punt van brandveiligheid regelmatig terug. Anders dan met de stikstofproblematiek echter, heeft brandveiligheid niet echt een heldere deadline of zo. En dat geeft, dat is, dat, dat geeft ook een, enigszins een manco. Maar dat maakt het probleem niet minder urgent of belangrijk. De provincie gaf al aan dat het belangrijk was voor de zomer. Yoko Gamba kwam een keer bij ons langs afgelopen zomer. MJTech kwam langs en toen dachten we, laten we dit eens laagdrempelig oppakken. En nu is het duidelijk, dat moeten we niet laagdrempelig oppakken. Er is heel veel animo voor om hier wat mee te doen. Dan moeten wij gaan kijken hoe we daar iets van kunnen maken in samenwerking met andere initiatieven, zoals het actieplan Brandveilige Stallen. En wat mij betreft is het dan ook belangrijk om nu in deze bijeenkomst te gaan verkennen waar de kansen en waar de knelpunten liggen aangaande brandveiligheid in de veehouderij. Om inzicht te krijgen in het netwerk en dan van daaruit te kijken van welke innovaties zijn er, welke praktische oplossingen kunnen we vinden en misschien kunnen we ook onderweg wat geïnspireerd raken over de mogelijkheden die er zijn of de mogelijkheden die nog gaan komen. Daar wil ik nu even bij laten. Je kan ons vinden op de websites van de partners van de taskforce, hè, dus bij FME, ZLTO. En je kan ook deelnemen of je aangeven als geïnteresseerde. En dan kunnen we je ook een nieuwsbrief sturen en dan blijf je ook op de date. Dat was het voor mij en voor nu. We hebben een hele strakke agenda, dus ik geef het woord graag weer terug aan Jacqueline. Dankjewel, Xander. Ik heb nog heel even de doelen voor vandaag in ieder geval ook in beeld gezet. Dan hebben jullie allemaal een beetje idee wat wij vandaag met jullie allemaal zouden willen bereiken. Maar ik denk dat het voor iedereen ook wel heel interessant is om te kijken wie zijn er nou vandaag aanwezig. En dat is ook eigenlijk meteen een eerste vraag en ook een test om met de poll aan de slag te gaan. Dus ik wil jullie allemaal vragen via een telefoon te gaan naar menti.com. En dan de code die jullie nu in beeld zien inderdaad te gebruiken. Dan zal ik het scherm delen waar de resultaten in te zien zijn. En dan kunnen jullie inderdaad ook kijken welke groepen er nou zo aanwezig zijn vandaag. Overigens willen we ook vanwege de vaart van de werksessie vandaag niet al te veel tijd spenderen voor het invullen van menti.com. Zodat er meer tijd overblijft voor de inhoud natuurlijk. Dus we laten dit heel even een paar tellen rondlopen. En we zijn rechts onderin zien we het aantal mensen wat de weg al heeft gevonden naar Mentimeter. En we laten dit gewoon ook doorlopen. Goed om te zien in ieder geval dat er agrarische bedrijven aanwezig zijn. Verzekeraars zijn er ook veel aanwezig en technologieleveranciers. Ik vind het ook wel interessant om te zien welke groep andere mensen aanwezig zijn.
Misschien zijn er wat mensen die het aardig vinden om in de chat eventjes het type organisatie in te vullen. Zodat we daar ook inderdaad een beetje een beeld van krijgen welk type organisaties geïnteresseerd zijn hierin. Ik ga heel even door naar de volgende vraag in de tussentijd. En dat is, heb je zelf of in de naaste omgeving al wel eens te maken gehad met stalbrand? Dat kan zijn professioneel vanuit het werk of inderdaad in het eigen bedrijf een brand. Via advies of wat dan ook. Om daar inderdaad een beetje een beeld bij te krijgen. Dan ga ik in de tussentijd even alvast de volgende spreker aankondigen. En ook de presentatie daarbij zoeken. De volgende spreker is Alfred Jansen, voorzitter van het actieplan Brandveilige Stallen. Dan zet ik even mijn camera uit en dan kan Alfred het beeld pakken. Ik ga er even vanuit, ja beste mensen, ik ga ervan uit dat jullie mij nu kunnen verstaan. En ik ben Alfred Jansen, ik ben bestuurder bij LTO en ik ben ook voorzitter van de stuurgroep van het actieplan Brandveiligere Stallen van 2018 tot 2022. Op deze sheet ziet u alle logo's van de partijen die... Alfred, je staat ineens op mute. Oké. Dus de eerste sheet, zeg maar. Op deze sheet zien jullie de logo's van de partijen die allemaal meedoen in het actieplan. Nou, de dierenbescherming, brandweer en verbond van verzekeraars, dat is denk ik wel duidelijk. POV staat voor producentenorganisatie varkenshouderij. LTO Nederland die vertegenwoordigt de sectoren, zeg maar, de rundveehouderij, kalverhouderij, pluimveehouderij en nog een aantal andere kleinere veehouderijsectoren. En tezamen vormen wij, zeg maar, dat actieplan. Daarnaast is het zo dat het ministerie van Landbouw, het ministerie van LNV, nauw betrokken is. En ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook nauw betrokken. Dat laatste ministerie, dat gaat over de bouwwetgeving. Dat gaat dus ook bijvoorbeeld over het bouwbesluit. En in het eerste actieplan, dat liep van 2012 tot 2016, hebben we dus voor nieuwe stallen het bouwbesluit ook aan kunnen passen. En daardoor zijn die stallen in principe ook al een stuk veiliger dan de stallen die voor die tijd, zeg maar, zijn gebouwd. Naast deze partijen zijn er nog een aantal partijen die ons volgen, zeg maar. Die zijn dan zogenaamde agendaleden. En dat is bijvoorbeeld de dierenartsen en de NVWA. En de NVWA is eigenlijk de instantie die het dierwelzijn controleert in Nederland en ook heel veel andere zaken nog controleert. Dan wil ik graag de volgende sheet, Jacqueline. Ja, zoals gezegd, het actieplan. Nou, we hebben natuurlijk het doel om de kans op stalbranden te verminderen en daarmee natuurlijk ook het aantal dierlijke slachtoffers te verminderen. De stalbranden is, zeg maar, maatschappelijk wordt het echt als heftig ervaren. En dat heeft er met name mee te maken dat er soms dieren bij om het leven komen. En dat geeft dus ook heel veel impact in de maatschappij. Nou, als veehouderijsectoren willen wij die impact natuurlijk zo goed mogelijk wegnemen en willen we daar ook actief mee aan de slag. En vandaar ook deze doelstelling. En wij hebben ook heel erg gekeken van hoe kunnen we dat dan het beste realiseren om het aantal dierlijke slachtoffers zo laag mogelijk te houden. Nou, en dan kom je er toch op uit dat je eigenlijk heel preventief te werk moet gaan, dat je echt de kans op een stalbrand, dat je daar, zeg maar, op moet focussen om het daarmee... dat je daarmee eigenlijk de grootste kans hebt om het probleem, zeg maar, op te lossen.
In het actieplan staan zeg maar 6 programmalijnen. Dat zijn 6 lijnen waar langs wij proberen om het aantal stalbranden te verminderen. En ik zal ze even kort toelichten. De eerste lijn is zeg maar dat we de bestaande stallen proberen om daar de brandveiligheid van te verbeteren. En dat doen we bijvoorbeeld door het invoeren van de elektrakeuring. Nou, die elektrakeuring was een aantal jaren geleden, hebben natuurlijk een aantal verzekeraars waren er al mee bezig. Maar wij hebben via het actieplan, hebben we dus kunnen realiseren dat dat eigenlijk bij alle bedrijven zeg maar toegepast wordt. En inmiddels zijn we eigenlijk ook zover dat die elektrakeuring weer verder verbeterd is. En ook weer verder geavanceerd, meer gericht is op ook brandveiligheid. Dus de kwaliteit van die keuring is daarmee ook nog een keer weer verbeterd. Het tweede punt is eigenlijk de brandveilige bedrijfsvoering. Kijk, wij zien op de bedrijven zien we ook heel vaak dat de manier waarop sommige werkzaamheden worden uitgevoerd of waarop je zeg maar omgaat met je bedrijfsvoering, dat echt wel een relatie heeft met de brandveiligheid. Heel vaak zijn ondernemers zich daar niet van bewust of onvoldoende van bewust. En daarom hebben we al gedurende een aantal jaren heel veel bijeenkomsten gehouden. Gewoon voor de corona was dat nog gewoon live. Dus gewoon fysieke bijeenkomsten. En nu de laatste tijd doen we ook meer zeg maar via webinars of via nieuwsbrieven. Of op andere manieren om ervoor te zorgen dat de agrarische ondernemers zich bewust zijn van bij bepaalde werkzaamheden, wat kan ik dan doen om zeg maar, het brandrisico te verkleinen. Het derde punt is eigenlijk de beheersbaarheid van de brand. Nou, toen wij dit actieplan maakten, hadden wij zoiets van, ja, als een brand dan begonnen is, hoe kunnen we dat nog beheersen? Nou, inmiddels weten we wel dat dat heel erg lastig is. En wij hebben op dit punt eigenlijk ook zoiets van, ja, dit bewijst maar weer eens dat het eigenlijk heel belangrijk is om die brand aan te pakken bij het begin. Dus de kans zo klein mogelijk houden en als die brand dan ontstaat, gelijk ook die brand kunnen beheersen of compartimenteren. Nou, wat je dan bijvoorbeeld ook ziet is dat bijvoorbeeld een snelle detectie, daar wordt zo meteen volgens mij nog wat over gezegd, of een compartimentering van een technische ruimte zijn dan bijvoorbeeld aspecten die hier dan ook wel bij passen. Vierde punt is zeg maar de registratie en de oorzaken. Nou, brandweer en verzekeraars en ook de Stichting Salvage of Stichting Salvage, hoe je het maar wil uitspreken, die houden die registratie bij. Dat doen ze al gedurende een aantal jaren, vanaf 2014 zeg maar op een gestructureerde manier. En daarnaast, met name de brandweer is zeg maar bezig om die oorzaken van die stalbranden te achterhalen. Nou, daar kunnen we ook nog veel slagen maken om die oorzaken beter in kaart te krijgen. Wij hebben daar op hoofdlijn wel zicht op. Daar sturen wij ook al wel op. Maar al zo vaak kan het nog een stuk beter. En ja, wij zien ook graag dat het bepalen van de oorzaken, dat het heel specifiek kan gebeuren wat ons betreft. Kunnen wij dat bijvoorbeeld terugherleiden naar een bepaald type systeem of een bepaalde motor of een bepaalde kachel of een bepaalde verlichting? Dat zou heel mooi zijn, maar goed, zover zijn we helaas nog lang niet. Maar wel een belangrijk punt. Wil je heel even wijzen op de tijd? Wat zeg je, Jacqueline? Dat ik je heel even wil wijzen op de tijd. Kun jij afronden in 1 of 2 minuutjes? Ja, Jacqueline, we hadden volgens mij afgesproken 10 minuten. En ja. Ik zit nu op 4 minuten 46. Oké. Dan de onderzoeksvragen. In zo'n actieplan kom je natuurlijk van allerlei vragen tegen gaandeweg. Die vragen leggen wij dan ook voor aan het ministerie of aan andere partijen. En andere partijen gaan daar ook mee aan de slag om die vragen dan te beantwoorden. Dus zo bijvoorbeeld een vraag over knaagdierenschade wordt nu bijvoorbeeld door de KAD zeg maar verder uitgezocht. Dan hebben we als laatste natuurlijk de communicatie en de vertaling naar de praktijk. Die communicatie, dat is natuurlijk heel belangrijk naar onze agrarische ondernemers toe. Maar natuurlijk ook naar de brandweer en naar de verzekeraars en alle partijen die hierbij betrokken zijn. Want je moet van elkaar weten waar je mee bezig bent en wat je doet en hoe je daar tegenaan kijkt. Ook vooral de communicatie naar de maatschappij toe. Hè, en daar is de dierenbescherming natuurlijk een belangrijke partner in. Die communicatie naar de maatschappij is ook heel belangrijk, want De mensen in Nederland moeten natuurlijk wel weten dat wij hier heel serieus mee bezig zijn. En dus ook daar vragen wij zeg maar aandacht voor. De vertaling naar de praktijk, dat heeft met name te maken dat sommige
sommige zaken die wij voorstellen, is het gewoon heel goed om dat heel concreet uit te leggen aan onze agrarische ondernemers. Om heel concreet aan te geven van nou, op die en die manier kun je dat toepassen en heb je daar zeg maar voordeel bij. Mag ik de volgende sheet, Jacqueline? Wij hebben om zeg maar, dit actieplan heel erg te vertalen naar de sectoren toe en ook heel praktijkgericht bezig te zijn, hebben de verschillende sectoren sectorplannen gemaakt. De belangrijkste sectoren die Stijn hier genoemd, er zijn nog een aantal kleinere sectoren die hebben dat zeg maar, ook gedaan, maar op die manier willen wij maar aangeven dat we daar heel serieus mee bezig zijn. Het actieplan is ook blij met dit initiatief zeg maar, van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Omdat wij in de praktijk zien dat zeg maar, technische toepassingen die breed kunnen worden toegepast. Dus die zeg maar, zowel goed zijn voor bijvoorbeeld voor milieu of voor management. Als die ook toegepast kunnen worden om de brandveiligheid te verbeteren. Dan ja, heeft dat voor de ondernemer een grote meerwaarde en kunnen we op die manier echt grote stappen zetten. En ja, dus daar zien wij een heel groot voordeel in en daarom zijn we ook heel blij en ben ik ook heel blij dat ik vandaag hier wat mag zeggen over ons actieplan. Nou, gezien de tijd, jullie hebben het allemaal kunnen horen, wil ik het hier dan maar even bij laten. In ieder geval heel hartelijk dank dat ik wat heb mogen vertellen. En nou, ik wens jullie verder een heel leerzaam en plezierig webinar toe. Tot ziens. Dankjewel Alfred. En ook fijn dat je het alsnog heel even kort hebt kunnen inhalen. Ik denk dat het een goede introductie is. En wij kijken zeker uit naar een vervolg in de samenwerking. Het is ook wel interessant natuurlijk welke rol de verzekeraars spelen. En wie kan het dan beter vertellen dan iemand die deelneemt in het verbond van de verzekeraars. John de Hoon, ik wil graag het woord aan jou geven. Goedemiddag, dankjewel Jacqueline. Goedemiddag allemaal. De rol van de verzekeraars bij brandveiligheid in stallen. Ik ben dus John de Hoon, sectormanager veehouderij bij Achmea Agro. En in de agrarische markt handelen wij onder de merken Interpolis en Avero Achmea. En vanuit mijn rol binnen Achmea ben ik vanuit het begin al betrokken bij het actieplan. En ik neem ook deel aan het actieplan, maar dan wel namens het Verbond van Verzekeraars, dus ook namens mijn collega's. De volgende sheet alsjeblieft, Jacqueline. Ja, wat is nou de rol van verzekeraars? Nou, in zijn algemeenheid is de rol van de verzekeraars het financieren van schade. Ja, op het moment dat er iets misgaat op een bedrijf, ervoor te zorgen dat er geld is om daarmee weer te kunnen investeren, te vernieuwen, te herbouwen en daarmee zeg maar de continuïteit van het bedrijf te borgen. Daarvoor zijn wij, dan heb ik het eventjes over Interpolis, over Achmea, ooit door boeren zelf opgericht, de onderlinge waarborging en daar zie je ook die glazen pot met geld voor staan. Maar we zien ook dat geld alleen, dus een financiële schadevergoeding, niet alleen genoeg is om continuïteit van bedrijven te borgen. Ondernemers die zijn gebaat bij een ongestoorde bedrijfsvoering, willen daar geen storing of schade in hebben. En ook veehouders willen al vooral bij die storingen geen dierlijke slachtoffers hebben. Dus we hebben als verzekeraars ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen en of beperken van schade. Zeker ook als het over brandschade gaat. Nou, dat past dan weer mooi bij het laatste belang van de veehouder om zijn bedrijf te kunnen continueren. De volgende sheet alsjeblieft, Jacqueline. Nou, in relatie tot stalbrand, wat is dan onze rol? Hoe doen we dat dan, schade voorkomen en of beperken? Dat doen we met onze kennis en ervaring uit onze verzekeringspraktijk. Die willen we daar uitnutten. Dat doen we in ons acceptatiebeleid, onze regelgeving zeker, zeg maar, zoals we die met klanten overeenkomen. Iedere verzekeraar is er overigens autonoom in. We mogen er ook geen afspraken over maken in het kader van mededinging. Dus iedere maatschappij die kiest daar zijn eigen beleid. In het beleid van Achmea is daar preventie daar in ieder geval een heel belangrijk onderdeel van. En dan zie ik dat de regels die wij stellen, dus onze regelgeving,
veel verder gaat dan de regelgeving die je in het bouwbesluit bijvoorbeeld tegenkomt. En we maken ons, om een ander voorbeeld te geven, de laatste tijd ook erg druk over de kwaliteit van PV-installaties die op grote schaal ook in de veehouder hebben. Wij toegepast zijn inmiddels of gaan worden. Onze inzet in het actieplan, ook daar onze kennis en ervaring inbrengen, maar ook communicatie. Hè? Dus tijdens bijeenkomsten, vaak samen met de brandweer, een club betrokkenen, zeg maar, toespreken en kennis overdragen en bewustwording creëren. Maar dat doen we ook met artikelen in vakbladen en bijvoorbeeld op agrarische beurzen. En als laatste, als derde punt hier, het initiëren van en participeren in ontwikkelingen op het gebied van brandpreventie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van de agro-elektro-inspectie in het verleden. Die later is doorontwikkeld tot de NTA 8220. Maar ook alternatieve blussystemen zoals nevel- en sprinklersystemen, waarover vanmiddag later nog meer. Mag ik de volgende sheet nog, Jacqueline? Want als je dan kijkt naar specifiek brandpreventie, dan doen we dat uiteraard vanuit het welbekend de branddriehoek. Wat is er nodig om een brand te kunnen krijgen en waar moet je aan beïnvloeden, zeg maar, om dus mogelijk een brand te kunnen voorkomen. Nou, daar ligt vervolgens onze prioriteit, vooral bij het wegnemen van de ontstekingsbron. Dus zorgen dat de eerste zorg voor het... om ervoor te zorgen dat er dus geen brand ontstaat. Dat doen we dus bijvoorbeeld met de elektro-inspecties, maar ook het onderhoud voorschrijven op verwarmingsbronnen en noem maar op. Vervolgens bekijken we naar de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een beginnende brand niet verder ontwikkelt. En hierbij moet je dan vooral natuurlijk denken aan het materiaalgebruik. Gebruik moeilijk of onbrandbaar materiaal installen. En wat dat laatste aangaat, is er de laatste jaren natuurlijk wel veel veranderd in het licht van de brandveiligheid van isolatiematerialen. En als laatste komt bestrijding aan de orde. De mogelijkheden tot ingrijpen voor het geval het toch uit de hand dreigt te gaan lopen. En wat kun je hier op voorhand al aan doen? Nou, denk je natuurlijk aan detectie en alarmering, maar vooral ook automatische blussystemen. En het laatste plaatje wat daarbij is, als we het over preventie hebben, kijken naar de maatregelen die je daar neemt, dan letten we altijd op dat technische maatregelen, organisatorische maatregelen en de gedragscomponent met elkaar in belang zijn. Want je moet op alle drie de componenten je maatregelen nemen om enigszins succesvol te kunnen zijn op dit vlak. En dan de laatste sheet, Jacqueline, alsjeblieft. Dat is mijn laatste. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Ik weet niet of er vragen zijn via de chat inmiddels. Maar ik ben aanwezig samen met een aantal van mijn collega's ook in deze webinar om straks nog vragen te beantwoorden. Dank u wel. Super, John. Dank je wel. Ik denk dat het goed is om inderdaad die rol van de verzekeraar te benadrukken. Maar ik ben ook wel benieuwd of alle deelnemers in het webinar zich daar ook in kunnen vinden. Of dat die nog andere ideeën hebben daarbij. Dus we hebben weer een vraag voor Mentimeter. En ik zal ook de scherm met de resultaten daarvan delen. Dit is een open vraag. Wat inhoudt, zoals je ziet, zo direct, dat allerlei antwoorden mogelijk zijn.
John, als jij nog de behoefte voelt om op deze reacties te reflecteren, dan wil ik je hierbij uitnodigen. Ik zet in de tussentijd de sheet klaar voor de volgende sprekers. Ja, ik zie hier heel veel langskomen en we krijgen het druk als ik het zo zie de komende jaren. Maar ik denk dat we op veel vlakken absoluut al, en dat kun je ook terugzien in de inleiding die ik net gaf, opereren. Dus ik zal straks het totaal nog eens op mijn gemak bekijken, Jacqueline. Dankjewel. Helemaal goed, dankjewel. En dan wil ik Bertus introduceren. Hij is in de ongelukkige omstandigheid dat hij een stalbrand heeft meegemaakt. En hij wil graag zijn perspectief daarop met jullie delen. Bertus, ik zet de slides in presentatiemodus. En de anderen zijn jou. Ja, ja. Ik ben Bertus van de Beek uit Woudenberg. Ik heb samen met mevrouw een legpluimverhouderijbedrijf. Al hier en daarnaast nog in Lunteren met een zoon. En daarnaast ben ik mede-eigenaar van Vego Ventilatie, een bedrijf dat richt op ventilatie en verlichtingtechniek voor met name de veehouderij. Wat mij betreft zou je naar de volgende slide mogen. Dat vertel ik even intussen. Wij hebben helaas in 2017 een stalbrand meegemaakt. En februari 2018 een andere stal, hetzelfde verhaal, die nog steeds voor ons zonder goede vingers achter te hebben kunnen krijgen, toch in brand zijn opgegaan. Op zich voor ons heel lastig is het gebleven dat we niet een duidelijke oorzaak hebben gevonden. Verdenken wel aan ongedierte, dat komt soms nog weer terug, hebben we ook heel erg onze aandacht opgericht in de herbouw. Neem die weg, voordat we weer gingen bouwen, hebben we tegen elkaar gezegd van we gaan niet beginnen voordat we zeker weten wat een oorzaak is geweest, zodat je daar echt maximaal op kunt toeleggen. Maar dat is toch een heel ingewikkelde zaak om het te achterhalen. Dan zie ik de volgende slide staan en dan... dit is een drama voor een pluimhouder, voor een gezin. Als ik bij ons kijk, hebben we 5 kinderen. Dat doet veel. Meer dan dat je zou verwachten voordat je ermee te maken hebt gehad. Althans, dat geldt voor ons. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Maar bij ons is het echt hard binnengekomen. Dat is ook wel onze motivatie een beetje om wat we weer zijn gaan opbouwen. Om daar maximaal in te steken op toch wel brandveiligheid. Wat dingen zijn waar je mee te maken hebt. Hè? Dieren die hun doel missen. Zijn mensen zeggen, ja, een dier aan het eind van het proces, dan vindt hij toch hun dood. Maar dat ligt er wel heel erg anders als je dier hebt die je echt nog een jaar, anderhalf jaar moet houden. En die, waar je ook eigenlijk een bepaalde veiligheid voor moet borgen. Of, moet bewerkstelligen. En dat is toch niet wat er gebeurt als een stal in de brand gaat. Want dat gaat met zo'n snelheid en zo intens. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus een brand klein houden werd straks ook even genoemd. Probeer al voordat de brand is al wat te doen. Want als het eenmaal brandt, dan is het in een stal bijna niet meer te houden. Dat is onze ervaring in elk geval. Nou, wat vervolgens gebeurt is dat financiële zekerheden vallen weg. Nou, dat doe ik met name ook als je met een financier te maken hebt. Je stallen zijn een onderpand gegeven. Dus dat betekent van, dat onderpand is weg. Dus dan moet daar wel wat voor gebeuren. Het is allemaal niet moeilijk, maar er zijn wel dingen waar je even mee te maken krijgt. Nou goed, en als je hiermee te maken krijgt, dan ga je wat anders denken over risico's en preventie. Ja, de volgende slide wat mij betreft. Hier heb ik dus eigenlijk staan van, wat zijn de risico's met betrekking tot de continuïteit? En het zal weer die financiële zekerheden. Er zijn 2 dingen. Je hebt ook gewoon je verplichtingen. Als een heel groot deel,
in ons geval denk ik wel 70-75% van je dieren wegvallen. Ja, dat doet dat met je geldstromen. Nou, daar heb je dan echt mee te maken. Maar ook gewoon inkomsten vallen weg. Dus ja, je hebt, alles valt weg waar je mee te maken hebt. Maar je krijgt ook te maken met milieuvergunningen en omgevingsvergunningen die opnieuw aangevraagd moeten worden. En waar met nieuwe modellen en nieuwe areas-calculators andere uitkomsten uitkomen dan in het verleden waren. Dus wij hebben echt heel veel moeite gehad, en eigenlijk nog, om met betere stallen met veel lagere emissies, om daarmee toch de depositie elders in het land lager te maken. Dat is echt een heel ingewikkeld vraagstuk. Dat is eigenlijk nog niet eens helemaal opgelost. Ook, dat is ook iets waar je dus van tevoren niet kunt indenken, dat allemaal problemen zijn, maar die wat dat werkelijk soms jaren kost, voordat je pas weer echt verder kunt. Volgende slide, Jacqueline. Wat ik al noemde, wij dachten heel erg in te gaan steken op preventie. Ongedierte is een ding die er een grote rol in kan spelen. Weet je, we hadden voor een deel vrije uitloopkippen. Dat betekent dat kippen naar buiten kunnen, dat ongedierte naar binnen kan. En dat is iets waar we, daar kom je dan niet onderuit. De stal waar we als eerste brand hadden, was ook in die stal. Dus we hebben eigenlijk voor nu gekozen voor een stal die helemaal gesloten is. Dus geen vrije uitloopkippen, wel kippen met een overdekte uitloop. Of stallen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar hebben we eigenlijk geprobeerd alles zo te maken dat voor ongedierte een oninneembare vesting zou worden. Is echt niet makkelijk, maar tot op heden lijkt het redelijk goed gelukt. Maar dat betekent dus dat we buiten rond de stal helemaal hebben we een betonnen vloertje liggen van een meter. Zodat als de grasprietjes omhoog, als dat niet zou gebeuren, dan zou gras omhoog kunnen groeien. Dat zou weer een klimrek kunnen zijn voor een muis, zeg maar, om ergens binnen te kunnen komen. Vervolgens heb ik links onder de foto geplaatst van dat is een daglichtvenster waar kippen naar buiten kunnen kijken. Maar dat is allemaal 100% afgedekt. Dat is allemaal minder dan 2 mm of minder dan 1 mm speling, zodat er geen ongedierte binnen kan komen. Deuren zijn echt een hele lastige om die goed te kunnen sluiten, goed dicht te kunnen hebben. Daarnaast hebben we, dat is rechtsboven, dat wil ik eigenlijk laten zien dat we hebben gekozen voor een isolatiemateriaal, een sandwichpaneel. Dat is eigenlijk wat ongunstig voor je ventilatie in een stal, maar mogelijk, dat is onze insteek geweest, wat gunstiger voor ongedierte, omdat er minder ruimtes en holle ruimtes zijn waar ongedierte zich kan gaan verbergen s'nachts. Dus wij hebben geprobeerd in de hele stal, in het hele ontwerp, geen holle ruimtes te laten ontstaan. En dat lijkt heel makkelijk, maar dat is nog wel een heel spektakel. Maar uiteindelijk kun je daarmee wel voorkomen dat als er ongedierte is, dat ze een leuke schuilplek kunnen vinden. Daarnaast hebben we trouwens de sandwichpanelen die we hebben gekozen. Is de onderkant van metaal en niet wat heel vaak gebeurt. Een ecopaneel met een aluminiumfolie, waar toch weer muizen of ratten zich een weg in kunnen vinden. Ik ga jou even door naar de volgende slide, Bertus. Ja, precies. En dan hebben we nu in een stal een proef zitten met een aspiratiesysteem. Dat is eigenlijk een systeem wat als er iets gaat schroeien of een heel klein brandje in de stal zijn, dat die moet gaan, dat die een alarmmelding geeft. Dus we gaan testen waar we mee bezig zijn. Maar dat is dan een complex verhaal, omdat je met heel veel stoffen in kippenstallen te maken hebt. Dus dat is iets waar we mee bezig zijn. Daarnaast hebben we gekozen voor de LED-verlichting. Wat ook wel een ding is waar ik van weet van een aantal stallen die daar een probleem mee hebben gehad. Door een heel klein brandje en dat de enigste oorzaak kon zijn. Hebben we gekozen dat daar een hoeklijn omheen bevestigd is. Dat als zo'n ding zou gaan branden, dat hij niet het bovenliggende kunststof kan gaan aantasten. Waardoor het zich uit kan breiden. Daarnaast hebben we gekozen voor alle kabelgoten verticaal plaatsen. Dat het ook weer voor ongedierte heel lastig is om dat als transportroute te gebruiken. Rechtsonder hebben we een fotootje gemaakt van de ontmesting. Want normaal komt er dus een ontmesting uit de stal. De transportbanden, meestal is dat laag. En dat is dan een hele makkelijke ingang voor
voor ongedierte om binnen te komen. Nou, wij hebben het allemaal hoog gedaan, zodat eigenlijk rondom de stad alles afgesloten kan zijn. Volgende slide. Even kijken, nou, wellicht problemen. Nou ja, wat ik al noemde, stof. We hebben gewoon veel met stof te maken, dus we hebben echt wel gekeken naar veel verschillende systemen. Als je met camera's gaat werken of wat dan ook, of met droomdetectie, stof, dat is het ding waar je mee te maken hebt. Er zijn wel echt wel toepassingen of manieren om dat beter te doen, maar dat is nog wel, dat is nog wel iets een aandachtspunt. Daarnaast hebben we met, nog één keer terug als je wil. Hele kleine sensoren op een aantal motoren zitten en op regelaars. Yokogawa denkt erin mee. En die geven dan aan als er een apparaat of een motor te warm wordt. En dan krijgen we ook een alarm daarop. Maar dat is vooral nog ook een test, zeg maar, waar we mee bezig zijn. Maar wel buitengewoon interessant. Volgende slide. Wel een beetje op de tijd. Ja, doe ik. Even kijken hoor. Nou ja, waar we voor gekozen hebben is voor, ja, onbrandbaar is een groot woord, maar materiaalgebruik, wat ik al een paar keer eerder noemde. We hebben hier tussenwanden gekozen van beton. Dat is eigenlijk wel ook op aanraden van onze verzekeraar, die daar erg voor was. Maar goed, dat maakt het wel brandveiliger. Hetzelfde geldt ook weer voor de isolatiepanelen op het dak, wat ik straks al noemde. Hoe je een pluimveehouder kunt motiveren, zeg maar, dat is in mijn beleving, ja, eigenlijk voor elkaar zien te krijgen, dat ze, ja, want het zijn best wel behoorlijke investeringen, het ook nog wel aandacht vraagt. Hoe kun je dan mensen motiveren? Nou, dus zien dat ze een hogere prijs van hun product krijgen, doordat ze aan bepaalde eisen voldoen. Nou, iets kan helpen dat de verzekeringsmaatschappij nog wel iets een korting zou geven in mijn beleving. Maar goed, dat zijn allemaal eens klein geld door in verhouding. Naar fiscale voordelen zou in mijn beleving ook een ruimte in zitten om mensen echt te motiveren. Maar helaas kun je nooit zeggen dat je 100% een brand kunt voorkomen. Maar in mijn beleving wel de kans sterk kunt reduceren. Ja, dus ja, dank voor de aandacht en ook vragen. Dan zie ik wel langskomen aan. Even zo. Nou, jij bedankt voor de presentatie, Bertus. Wel heftig om dat mee te maken. En ook goed om te zien dat jij een hoeveelheid aan maatregelen hebt genomen om een nieuwe brand te voorkomen. Echt petje af. Complimenten. Ik wil graag het woord doorgeven aan Marieke van Beers vanuit POV. Ja, Marieke. Misschien dat je jezelf verder kunt introduceren. Ja, dankjewel Jacqueline. Zal ik doen. Mijn naam is Marieke van Beers. Ik ben beleidsadviseur binnen de POV en thuis hebben we ook een varkenshouderij. De POV is sinds 2018 eigenlijk betrokken bij het actieplan, uitvoering van het actieplan stalbranden. En eigenlijk denk ik vanaf 2017 staat het ook serieus op de agenda. Daarvoor ook al wel, maar ik denk dat vooral de grote stalbrand in gemeente Buren, waar een etagestal met 24.000 varkensafbranden ja, er wel voor heeft gezorgd dat het allemaal in een stroomversnelling is gekomen. Het bewustzijn onder varkenshouders is enorm groot op dit thema om er iets mee te doen. Ik ben ook blij dat we daarom ook dat dit webinar ook wordt georganiseerd. Het doel wat we als varkenshouderij hebben is uiteraard het terugdringen van het aantal stalbranden. En de ambitie is om op ieder bedrijf een hoger niveau, de brandveiligheid op een hoger niveau te brengen en het ontstaan op een stalbrand zo klein mogelijk te maken. En wanneer het toch brand uitbreekt, om de impact zo klein mogelijk te houden. Ik ga hier straks verder op in. Ik wil hierbij vanmiddag jullie meenemen op inzoomen op twee punten uit het actieprogramma. Een stukje bewustwording en een stukje preventie van stalbranden, waarbij ik vooral in zal gaan op een stukje detectie en compartimentering. Mag ik de volgende sheet? Ja, dan ga ik het filmpje. Ja, ik zal heel even het filmpje inleiden. Vanuit de POV zijn we ook steeds zoekende eigenlijk naar het ei van Columbus om stalbranden eigenlijk te voorkomen. In 2019 zijn we gestart met een klankbordgroep met varkenshouders met affiniteit met het thema brand. Dus zitten brandweermensen zitten daarin.
mensen die met nieuwbouw daar iets extra's voor hebben gedaan, techneuten. En we hebben ook een klankbordgroep georganiseerd met ervaringsdeskundigen. Dus mensen die gedupeerd zijn door een stalbrand. Daaronder is ook, daaraan heeft ook familie Kruis deelgenomen. En die hebben een reportage, daar is in 2019 volgens mij een reportage gemaakt van onze boerderij. En die wil ik jullie graag laten zien. Ik hoop dat het lukt, Jacqueline, om in te starten. Ja. En toen zat er... Nou, pakt hij hem ineens niet meer. Vind je het goed om anders eerst even verder te gaan met je verhaal? Dan zoek ik hem er in de tussentijd. Ja, zoek hem er maar bij. Ja. Sorry voor het ongemak. Ja, oké. Dan start de presentatie maar weer. Ja, ik zal vast doorpraten. In 2019, wat Alfred Jansen ook al aangaf, heeft iedere sector een sectorplan gemaakt. En in het sectorplan zijn eigenlijk vier pijlers opgenomen waarin we ons gedurende de periode van het actieprogramma van 2018 tot 2020 op willen focussen. En de eerste is elektrakeuring. Inmiddels zijn eigenlijk op alle bedrijven is een elektrakeuring geweest. Dus eigenlijk kun je ook wel vergelijken met een soort van APK-keuring. Een soort van nulmeting. Tweede pijler is plaagdierbeheersing. Daar heeft Bertus net ook uitgebreid bij stilgestaan. Dit is ook een belangrijk punt waar we ook samen met de LTO ons voor inzetten om dit aan banden om dit zo goed mogelijk te beheersen. CAT heeft hier ook recent een onderzoek voor uitgezet. En dit is iets wat we continu zullen moeten blijven monitoren. Snelle detectie. In ons sectorplan hebben we gezegd dat we graag warmtevoelers willen hebben bij schakelkasten en meterkasten in de technische ruimte. En een stukje bewustwording. Ik hoop dat we daar dus dadelijk met dat filmpje nog even aandacht aan kunnen geven. Maar voor nu wil ik in ieder geval verder gaan met een stukje detectie en compartimentering. Volgende sheet graag. Ik heb het filmpje in de buurt. Dus als je er een goed moment voor vindt, dan ga ik hem instarten. Ja, ik zal eerst deze twee tips... Precies, dan maak ik heel even daarna het filmpje gaan doen. Deze tips, moet ik zeggen, met dank aan Erwin Braak van Achmea. De meeste varkenshouders die hebben wel een temperatuurvoelers op diverse plaatsen hangen. Maar het is wel van belang dat die op een juiste manier zijn bevestigd. En hier heb ik op deze sheet staan eigenlijk twee voorbeelden. Stal met een ventilatieplafond. Daarvoor is het van belang dat de temperatuurvoeler in de meetsmoorunit komt te hangen of vlak eronder. En een stal zonder ventilatieplafond. Daar moet de temperatuurvoeler 30 centimeter onder het hoogste punt hangen. Volgende sheet graag. Naast deze temperatuurvoeler is het ook van belang. Het is ook van belang dat deze temperatuurvoeler ook in de technische ruimte wordt geplaatst. De meeste technische ruimte zijn opgetrokken uit steenachtig materiaal of centerspanelen. Het plafond bestaat meestal uit een houten balk of een vloertje erop en soms is deze van beton. Nou, het beste zou zijn dat iedere technische ruimte uit een betonnen bunker bestaat. Maar ieder bedrijf is anders en die diversiteit onder bedrijven is ook enorm groot. Dus dat is daarom ook heel erg moeilijk om maatwerk te bieden, zeg maar. Maar hierbij is in ieder geval het advies om een temperatuurvoeler te plaatsen op 30 centimeter horizontaal in het plafond in de buurt van de risicoprojecten. Even kijken, brandwerende deuren staat hier niet op, maar dat is ook van belang. Waar mogelijk ook brandwerende verf die vertraging kan geven
Volgens mij moet je eentje doorklikken, dan krijg je nog een foto van, van die brandweer in de verf. Ja, goed zo. En om overslag via brand en kabels en leidingen te vertragen, zodat in ieder geval 60 minuten brandwerend is, zodat niet meteen alles in brand staat. Dus dat geeft je in ieder geval tijd. Volgende sheet graag. En ook is het van belang om ofwel de muren op te trekken met beton bij voorkeur, maar anders is bijvoorbeeld ook Promatec een goed alternatief om zeg maar in die ruimte brandoverslag te rekken, zeg maar. Ik wil nu graag verder gaan met het filmpje, als dat kan. Filmpje van met dank aan familie Kruis, dat ik dit mag gaan laten zien. Jacqueline, ik hoor geen geluid, maar ik weet niet of andere mensen daar last van hebben. Geen geluid. Ik hoor ook geen geluid. Hier ook niet. Ik begrijp dat er geen geluid is, dus ik ga het opnieuw proberen. Rudy ziet hoe twee van zijn drie stallen compleet in brand staan. De afgelopen tijd lijken er meer stalbranden te zijn dan ooit. Duizenden kippen, varkens en koeien komen om. Problemen met elektriciteit en kortsluiting zijn de meest voorkomende oorzaken. Ook bij Rudy en Hetty lijkt het erop dat haperende TL-verlichting de boosdoener is geweest. Ja, direct 112 bellen en ja, rennen naar huis. Ben je gaan rennen? Ja, ik ben totaal in paniek. Dat is me echt heel erg bijgebleven, dat ik echt die paniek die had. Maar jij stond 100 meter verderop, was je daar met de auto? Ja. Je hebt de auto niet gepakt? Nee. De schrik was zo groot. En ik denk, ik kan nog wat redden, maar... Ik kon helemaal niks redden. Ik kon totaal niks redden. En ik woonde binnen. Daar had ik ook achteraf. Je wou die stal in? Ja. Ja, dat is heel stom. Dat weet ik. We hadden gelukkig een buurman die als eerste hier was en die zegt, ben je helemaal gek geworden? En hij dan ook nog gaat proberen, dan... Die moest jou tegenhouden? Ja, die moest me tegenhouden. Maar jij liep links en ik liep rechts en op een gegeven moment zegt de buurman van waar is Rudy? Ik zei, weet ik niet. En die man had echt zoiets van, hij is toch naar binnen. Ja, die dieren dacht ik, die dieren die erin zitten. Ik denk, ja, met alles, er was geen geschreeuw van varkens, het was gewoon stil. Later hebben we van de dierenarts wel begrepen van, ja, die dieren die ademen ene keer die rook in. En ze zijn bedwelmd, ze raken bewusteloos. En dat, dan is het nog heel erg, maar dan denk ik van ja, dan hebben ze niet die ellende meer. Dus in de stal geen paniek geweest? In die stal is geen paniek geweest onder die varkens. Die varkens, later kon je ook zien, die lagen nog gewoon zoals ze normaal ook liggen. En dat is wel heel, weet je, de reacties zeggen van ja, de boeren moeten toch hun vee redden. Maar als jij weet dat daar... achter die deur gewoon enorme rook is. En iedereen die een BHV-cursus gaat heeft, die weet dat je niet zomaar de deur... want dan breng je eigenlijk ook weer zuurstof naar binnen zodra je die deur losmaakt. Maar ik denk, nou, het kan ook gewoon niet. Dat besef je wel heel goed van, ja, dan ga je het zelf gewoon niet overleven. Ja, heftig verhaal.
ervaring rijker die je niet wil hebben. Dankjewel. Marieke, is er nog iets kort wat je wil Ja, doen? Nog één afsluitende, of twee afsluitende sheets. In ieder geval met dit soort verhalen proberen we ook regelmatig richting onze achterban te communiceren. Want het benadrukt nogmaals het grote belang om maatregelen te treffen voor een brandveilige bedrijfsvoering. Waarvan bewustwording of bewust werken één van is. Familie Kruis heeft inmiddels ook een nieuwe stal gebouwd, of twee nieuwe stallen, waarin ze ook heel veel eisen in relatie tot brandveiligheid hebben doorgevoerd. Ik weet niet of je de sheets nog weer op kunt toveren. Ik had me al gericht op de volgende. Dus die heb ik helaas niet bij de hand. Oh, Marijn heeft ze. Ja, super, dankjewel. Ja, ik wou inderdaad nog even aangeven van binnen de varkenshouderij hebben we het programma Vitalisering Varkenshouderij. En daar hebben we ook nog een aantal actielijnen waarbij we ook rekening houden met een brandveilige leefomgeving. We proberen eigenlijk integraal emissies te reduceren bij de bron. Volgens mij is de provincie Brabant daar ook nadrukkelijk mee bezig. En hierbij proberen we ook te kijken naar meekoppelkansen voor brandveiligheid. Een voorbeeld daarvan is de PPS Klimaat. Daarbinnen ondersteunen we ook een project AgroAlert, waar G. Bakker straks ons meer over gaat vertellen. En naast binnen het project gaan we vooral kijken van wat kunnen we doen om stalklimaat te verbeteren. En ook tegelijkertijd nemen we daarin ook brandveiligheid mee. Volgende sheet graag. En dat is eigenlijk tevens ook een oproep ook aan de provincie Brabant om met hun bronmaatregelen ook daar aandacht voor te hebben. En mogelijk ook wat soepeler met bepaalde eisen om te gaan. Het ei van Columbus hebben we nog niet helemaal, maar ik ben wel dankbaar voor dit webinar, omdat het mogelijk wel weer extra aanknopingspunten geeft om de veehouderij brandveiliger te maken. En er zijn hierbij meerdere wegen die naar Rome leiden. Ieder bedrijf is anders en daar zullen we ook maatwerk voor moeten toepassen. En ik ben heel erg benieuwd naar die ideeën die straks verder toegelicht gaan worden. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel. Marieke, er staat inmiddels een volgende vraag open op Mentimeter. Een aantal mensen heeft die al ingevuld. En ik wil even de resultaten laten zien. En gezien de tijd weer snel ook door naar mogelijke oplossingen. Ik wil wel vragen aan alle deelnemers om zeker nog even hun perspectief aan te geven in Mentimeter. Dit zal gewoon nog heel even open blijven staan. En wij gaan zeker alle resultaten na afloop verzamelen. En even terugkoppelen ook met de sprekers. Ik stop ook nu het scherm delen van de Mentimeter en ga ik naar de volgende presentatie. Waar G. Bakkers zie ik al klaar staat om te starten met een oplossing zoals die vanuit Connecting AgriFood is bedacht. G., aan jou het woord. Dank je wel, Jacqueline. Ik neem jullie nu mee de komende minuten in een oplossing die we in een pilot zijn gestart. Stal Elektra Alert. Dit hebben we eind vorig jaar opgestart. Samen met de varkenshouders van de Good Farming Star Leveranciersvereniging, Vion Food, Pingagro en POV. Mag ik de volgende sheet graag? Stal Elektra Alert is een systeem van monitoring en alarmering waarbij varkenshouders een vroegtijdige signalering krijgen indien streefwaarden overschreden dreigen te worden, om zodoende dierenleed bij stalbranden te voorkomen. En concreet is dus het doel, dit is een preventief systeem, het tot het minimum beperken van het risico op stalbranden door het tijdig vervangen van installaties. Dat is het doel van Stal Elektra Alert. Volgende slide graag.
Even wat achtergrond. Basisinformatie ook van Achmea. Als je naar 10 jaar elektrokeuringen kijkt, thermografische afwijkingen bij 1 op de 3 inspecties. En 3 op de 5 thermografische afwijkingen zitten in de verdelers met als belangrijkste oorzaken stof en vuil 35%, ouderdom van de installatie 35%, onvakkundige montage 15% en hoge ammoniakconcentratie 15%. En deze 4 zijn natuurlijk ook aan elkaar verstrengeld. Rechtsonder zie je een foto van de binnenkant van een elektropaneel. En rechtsboven is een thermografisch beeld van datzelfde paneel weergegeven. Je ziet hier ook met de kleurverschillen, dat zijn indicaties voor verschillen in temperatuur. Hier zijn het ook relatief grote verschillen in temperatuur. En dat zijn indicaties voor problemen die zich vroeger of later manifesteren. En het gaat er dus over, het is zaak dit voor te zijn om preventief te kunnen handelen. Dus even de context, dan de volgende sheet graag. Kijk, we willen dus die problemen bij installaties willen we voorspellen. Hier focussen we op elektropaneelmonitoring. Rechts zie je een foto van een schakelkast en links daarvan, van die foto rechtsboven, met de rode ovaal eromheen, daar zit dan een temperatuursensor in. Eén voeler zit net onder dat kastje. En één voeler is in de schakelkast. We hebben die schakelkast rechtsonder is die opengezet. En onder die tie-rap op die verticale ijzeren balk, daar is de andere voeler. Dus er zijn 2 voelers, 1 binnen en 1 buiten. Nou, we hebben een pretest gedaan en het blijkt dus dat real-time technologie, draadloos via het LoRa-netwerk informatie doorzenden, dat blijkt geschikt te zijn, dat werkt goed. We gebruiken in die sensor gebruiken we batterijen, dus geen stroomvoorziening. Temperatuur elke 10 minuten meten. En dan zijn die data zijn waar ook ter wereld online zichtbaar te maken op een dashboard met een alertfunctie waarbij wij nog in de pilot gaan instellen vanaf wanneer moet je zeg maar de waarschuwing gaan afgeven. Die sensorwaarden die dan elke 10 minuten gemeten worden, die worden geïntegreerd in het slimme stalplatform van de Good Farming Star deelnemers, als ook de Argo Alarm platform. We doen dit nu bij 23 Good Farming Star deelnemers. Belangrijk is wel, op zich is het een eenvoudige installatie, maar het is voorwaarde wel om dit een erkende installateur te laten doen, al is het nog zo weinig werk. Nou, en dan zoals gezegd 2 sensoren, eentje binnen en eentje buiten de verdeelgroep. Hier zijn we dus recent mee gestart en ik laat even een dashboard zien van een van de deelnemers die me ook gisteren toestemming heeft gegeven print screen te maken van zijn dashboard. Hij heeft eigenlijk 2 units. In de linker unit zie je linksonder in die grafiek. Zie je 1 voeler, dat is de groene is binnen de schakelkast en de blauwe lijn is net daarbuiten. En geel is de buitentemperatuur. Je ziet ook heel mooi een aantal piekjes. Om 6 uur en om 's ochtends en om 6 uur 's middags gaat de voerinstallatie draaien. Heb je piekjes en af en toe tussendoor over de dag. En dan heeft hij een hoge drukreiniger en ook nog een vrij forse zet hij dan aan. Nou, dit is een tijdas van 5 dagen op termijn. Als wij naar die preventieve alerts gaan, gaan we die tijdas natuurlijk ook langer maken. En we kunnen natuurlijk altijd die data worden opgeslagen in de cloud om zeg maar die voorspellende afwijkingen te gaan bepalen. Nou, rechtsonder zie je van datzelfde bedrijf heeft hij hem staan in de meterkast in de centrale gang. Dat is een gang zonder voorverwarming, zoals jullie zien. En dat heeft dan weer een heel, duidelijk ook weer een heel ander patroon. Dit is gewoon even een voorbeeld van hoe het op het dashboard bij een van de 23 deelnemers op dit moment concreet eruit ziet. Het draait, het werkt goed, het functioneert.
En ja, wij zijn nu de data aan het verzamelen om met algoritme te bepalen wanneer ga je een alert afgeven dat je tijdig een installatie kunt vervangen. Dus even heel kort, Jacqueline, in een nutshell, Stal Electra Alert. En als ik naar de volgende sheet ga, ik dank jullie voor jullie aandacht. En wij staan altijd open om vragen of nadere informatie te geven. Dank jullie wel. Dankjewel, G. En volgens mij ben je ook alom gewaardeerd ook om je kennis en innovatiegedrevenheid. En leuk om te zien dat er nu ook op dit vlak hard gewerkt wordt aan een oplossing. Ik wil even het woord doorgeven aan Ron van de firma Siemens. Ook zij hebben gewerkt aan een oplossing. Dat zijn de vlamboogbeveiliging. Ron, kun jij ons meenemen in deze oplossing? Zeker, dankjewel Jacqueline. En goed om te zien dat er zoveel aandacht voor dit onderwerp is. Dank voor de uitnodiging overigens. Ja, waar ik mee begin, AFDD stond er, ArcVault Detection Device. Een betrekkelijk nieuw component, maar het is niet de eerste keer dat er een nieuw component is geïntroduceerd binnen de energieverdeling. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de sales bij een business unit voor electrical products, waar we te maken hebben met de energieverdeling. En dat is bijvoorbeeld de Aardtech-schakelaar. Nou, sinds 1975 verplicht in onze installaties, dus vandaag de dag is dat eigenlijk een vertrouwd component. Maar dat was het zeker niet in het begin. Volgende sheet graag. Nou, waar dit om draait is waarom een vlamboogbeveiliging. En over wat voor type vlambogen hebben we het dan? Dan hebben we het niet over grote vlambogen, maar eigenlijk de kleine vlamboogjes. Volgende sheet. Ja, eerst wat statistieken. En ik zoom dan meteen in op de 34% die er staat. Want de getallen die hier staan, daar is nog niet het dierenleed in meegenomen. En die 34% heeft betrekking op het ontstaan van branden. Wat dan voortkomt uit de elektriciteit. Volgende sheet. Dat is vanuit een onderzoek in Duitsland. En binnen die 34% wat met elektriciteit te maken heeft, is het weer 28% toe te schrijven aan de elektrotechnische installatie. Volgende sheet graag. Nou, begin jaren 80 heeft er een onderzoek plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Om te kijken bij een elektrische brand wat er voorafgaand aan die elektrische brand ontstaat aan verschijnselen. En als je die verschijnselen gaat analyseren, dan komt dat voort uit seriële vlambogen en parallele vlambogen. Nou, wat zijn nou parallele vlambogen en seriële vlambogen? Volgende sheet graag. In het plaatje linksboven zien we een parallele vlamboog en dat is bijvoorbeeld een kortsluiting. Nou, daar hebben we onze installatieautomaten voor of zekeringen of stoppen, zoals we dat in de volksmond zeggen. Dus die beveiligen tegen overstroom en kortsluiting. Dan hebben we een lek naar aarde, dat is natuurlijk ook een parallele vlamboog en dat zijn onze aardlekschakelaars. Nou, vervolgens is er dan ook een mogelijkheid dat er een vlamboog voorkomt in de geleider zelf. En dat noemen we een seriële vlamboog. Nou, daar is eigenlijk geen component voor die dat beveiligt en daarvoor dus deze ArcVault Detection. Dat nieuwe component. Volgende sheet graag. Nou, zoals dat met vele innovaties gaat, de eerste patenten voor een ArcVault Circuit Interrupter, die waren er al in 1983. En in Amerika is het vanaf 2008 een verplichting geworden om dat ook toe te passen in elektrotechnische installaties. Dus het komt voort uit Amerika en Siemens heeft het dan in Europa in 2012 geïntroduceerd. Volgende sheet graag. Maar waar ligt nou die oorzaak? En daar hebben we het vandaag ook vaak over. Dat kan onder andere te maken hebben met het beschadigen van kabels. Dat kunnen geknelde kabels zijn of beschadigingen door bijvoorbeeld boorwerkzaamheden, losse contacten, UV-straling, knaagdieren. Dus hè, ongedierte hebben we het ook al vaak over gehad, die de kabels beschadigen of afgesneden kabels. Nou, met name die knaagdieren, daar zie je hier een voorbeeld van hoe die kabels dan aangetast worden. Maar daar hoef ik dit gremium niets over te vertellen. Volgende sheet graag. Nou, wat gebeurt er dan als zo'n geleider beschadigd is? Dan heb je een nauwere doorgang. En door diezelfde doorgang moet ook dezelfde hoeveelheid stroom gaan. Die ader die gaat opwarmen en vervolgens oxideert het koper en de isolatie kan carboniseren. Er ontstaat een kleine luchtspleet en daar gaat het knetteren. Dus dat is eigenlijk het vlamboogje waar ik het over heb. Maar wel met hoge temperaturen. Dus als daar brandbaar materiaal in de buurt is, vat het vlam en heb je kans op brand. Volgende sheet graag.
Nou, inmiddels is daar ook al regelgeving voor en normeringen. De eerste normeringen die u ziet, dat zijn productnormen. Vervolgens is er ook een internationale norm. En ook de DIN-VDE heeft die overgenomen. En onze NEN 1010 doet ook een verwijzing naar die internationale norm. Dat is de NEN 1010 voor ja, de installaties. Volgende sheet graag. Nou, in onze NEN 1010 is het een aanbeveling. Dus het is geen verplichting, maar een aanbeveling. En daarin staat ook omschreven voor welke type objecten we deze vlamboogbeveiligingen dienen toe te passen. Of in welke omgevingen. Dit kunt u op uw gemak nog een keertje nalezen. Volgende sheet graag. Nou, de oplossing die wij bieden, de vlamboogbeveiliging Arc Fault Detection, hebben we in verschillende vormen. Volgende sheet graag. En een van die vormen, ook dit kunt u op uw gemak later bekijken, is de afbeelding die u linksboven ziet. De 5SV6. Dat is een installatieautomaat geïntegreerd met vlamboogbeveiliging. En waarom is dat nou zo interessant? Het is met name voor retrofit, dus bestaande installaties, een uitdaging om daar weer een component bij te plaatsen. Dus in dit geval kunt u de groep uitwisselen, de installatieautomaat uitwisselen, met een installatieautomaat waar vlamboogbeveiliging in zit. Volgende sheet graag. Ja, en hoe doet zo'n apparaat dat nou? Dus waar zit die vlamboogdetectie? Nou, dat is een microchip die in dit component zit. En die controleert 5 hoofdcriteria om te kijken of het daadwerkelijk om een vlamboog gaat. Want we hebben verschijnselen, zoals bijvoorbeeld bij een boormachine. Daar ontstaan ook kleine vlamboogjes. Maar dat zijn niet de vlambogen die we zoeken, die uiteindelijk die brand veroorzaken. Nou, je ziet daar een aantal variabelen waar dan op gecontroleerd wordt. Volgende sheet graag. Een ander hot topic, zal ik maar zeggen, in dit geval. Dat is dus solar, dus PV-panelen die steeds meer geïnstalleerd worden. En ook daar kunnen vlamboogjes optreden. Maar je hebt een AC-zijde, dus een wisselstroomzijde, en een gelijkstroomzijde, de DC-zijde. Aan de AC-zijde hebben we dus de vlamboogbeveiligingen die u zojuist heeft gezien. Aan de DC-zijde is het vaak wel een uitdaging om daar een goede oplossing voor te vinden. Maar volgende sheet. Daar zijn wel producten voor op de markt. Zelf als Siemens zijnde kunnen we niet beoordelen of dit de oplossing is. Maar die hebben we wel regelmatig gezien. Dus ook aan die kant zijn er oplossingen voor vlamboogjes. Nou, ik wil u graag uitnodigen op het moment dat u hier meer over wilt weten en het ook echt wil zien. Dan hebben we een demonstratiekoffer waar we een vlamboogje opwekken en laten zien hoe het in zijn werk gaat. Ja, om weer even te eindigen met de aardlekschakelaar waar we mee begonnen. We hopen dus inderdaad dus dat het een standaard onderdeel van de energieverdeling zou kunnen worden in de toekomst. Zoals dat ook met de aardlekschakelaar is gegaan. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht. En ja, als er vragen zijn, je kunt me direct benaderen. Of via de chat of later nog met de interactieve discussie. Super. Bedankt. Dankjewel Ron. En ook mooi dat het gewoon in de groepenkast is in te passen. Wil ik graag de volgende spreker uitnodigen. Niels. Ja, dankjewel. Je was al genoemd in de introductie door Xander. Maar ja, de vloer is aan jou. Dankjewel. En bedankt dat we hier inderdaad wat kort mogen presenteren over Yokogama. Mijn naam is Niels Huttenhuis en ik ben Business Development Manager en Safety Specialist bij Yokogama in Amersfoort. Op de achtergrond kijkt ook nog mijn collega Jens van Deuren mee. En hij is onze product specialist. En eventueel ook wel beschikbaar voor vragen als jullie die tijdens de presentatie hebben. Dan mag je door naar de volgende slide. Voor wie Yokogama niet kent, en ik denk dat dat er heel veel zijn. We zijn een Japanse multinational en inmiddels meer dan 105 jaar oud. En samen met ruim 18.000 collega's maken wij industriële processen inzichtelijker, efficiënter en veiliger door middel van automatisering. Dus we zitten echt in die automatisering. In Nederland werken we met ongeveer 500 collega's en we hebben hier 4 kantoren. Mag je naar de volgende slide? Waar wij vandaan komen is eigenlijk vanuit de procesindustrie. Dus dit is ons traditionele werkveld. We zijn goed in het automatiseren van dit soort grote fabrieken. We hebben meer dan 3000 producten en diensten van sensoren. En die mag je op de volgende knop klikken. Ja. Druk, temperatuur, gasmetingen. En ook we hebben onze eigen PLC's. En ook PLC's die gemaakt zijn voor veiligheid. En we richten ook complete controlekamers in. En daar zitten weer 2 animaties achter deze slide. Ja, dus dit zijn onze eigen producten en diensten.
In die zware industrie is het management van veiligheid eigenlijk al vanaf het begin noodzakelijk. Er worden namelijk met gevaarlijke, giftige en brandbare materialen gewerkt. En er zijn bijvoorbeeld drukken in zo'n fabriek van over de 100 bar en dat is heel normaal. Dus als er iets misgaat, zijn de gevolgen voor mens, voor milieu en voor de winstgevendheid van dit soort bedrijven vaak enorm. Wij maken eigenlijk al meer dan 50 jaar vanuit Nederland producten en systemen om dit soort gevaarlijke processen onder controle te houden. En eigenlijk ook al zoals John in zijn presentatie aangaf, wij focussen niet alleen op het technische deel, maar ook op de mens en de processen eromheen. Een jaar of twee geleden waren we in de zomer, was dat volgens mij, waren er best veel stalbranden. En dat is voor ons eigenlijk een trigger om te onderzoeken hoe het nu kan dat er in de agrarische sector zoveel stalbranden zijn en de industrie met alle aanwezige risico's toch relatief veilig is. Dus we hebben sindsdien rondgekeken, veel gesproken met veel boeren, verzekeraars. En we hebben eigenlijk daarbij gekeken welke technieken we kunnen toepassen uit onze bestaande industrie en nu voor deze voor de agrarische sector. Dus wat we vandaag willen laten zien is één specifiek product dat ingezet kan worden om risico's te verminderen. En een risico is eigenlijk de kans hoe vaak iets kan gebeuren of kan ontstaan en de bijbehorende gevolgschade. Wat we zien is dat er best wel veel aandacht is voor het stukje mitigeren, dus de gevolgschade verminderen, maar niet zozeer gericht op detecteren. Maar ik vind het wel goed om nu te zien in deze sessie ook dat er heel veel aandacht is voor het stukje vroegtijdige detectie. En in de procesindustrie wordt er altijd gekeken naar meerdere manieren om vroeg te detecteren in combinatie met meerdere mitigerende maatregelen. Zo bouw je ook meerdere lagen van veiligheid op. Dus wat Marieke aangaf, het ei van Columbus. Waarschijnlijk zijn er heel veel eitjes in één grote mand die uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat het veiliger wordt. Dus wij combineren eigenlijk data vanuit verschillende bestaande bronnen. Vanuit PLC's, vanuit LED-drivers waar eventueel al wat informatie in zit. Zonnepanelen, rookmelders. En maken ook gebruik van eventueel nieuwe sensoren. Al deze data komt op één overzichtsscherm terecht. En daar kan een stukje analyse gedaan worden. Deze meldingen kunnen variëren van bijvoorbeeld onderhoudsmeldingen. Er dreigt een pomp defect te raken. Maar het kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld energieverbruik om daar beter inzicht in te krijgen. Of toegangscontrole, camerabewaking. En vandaag wil ik één sensor wat toelichten. Die gebruiken we al meer dan 10 jaar in de industrie voor branddetectie. En dat is de DTSX. De volgende slide graag. Ja, het is een industriële PC en eigenlijk wat deze doet is het op basis van het gedrag van een optische kabel, dus een glasvezelkabel, de temperatuur bepalen. En eigenlijk werkt het best simpel. De DTSX stuurt een lichtsignaaltje in die kabel en het signaal zal nooit voor de volle 100% het einde van de kabel bereiken. Er is altijd iets van reflectie wat teruggaat naar het apparaat. Dat kleine beetje licht wat terugkomt, wordt geanalyseerd en wordt gebruikt om de temperatuur te bepalen. En de temperatuur rondom die glasvezelkabel heeft dus invloed op de hoeveelheid licht dat terugkomt en de frequentie van het licht. En van dit systeem heeft dus als voorbeeld dat je als voordeel dat je bijvoorbeeld 16 kilometer aan kabel, wat op de vorige slide stond, dat je dan eigenlijk 16.000 kleine sensoren hebt in die kabel. En het is gecertificeerd voor branddetectie. Waar we het dan bijvoorbeeld toepassen is in dit geval een kolentransportband waarbij frictie kan ontstaan rondom bepaalde punten. Maar je kan het ook natuurlijk vertalen naar de agrarische sector. Kabelgoten, een luchtwasser of elektrische installaties. Bijvoorbeeld zonnepanelen zouden ook mee kunnen nemen. LED-verlichting. En ik ben eigenlijk nog wel benieuwd aan de rest ook of jullie nog andere componenten of ontstekingsbronnen zien die meegenomen kunnen worden met zo'n sensor. Dus als je dat weet of denkt te weten, dan mag je het ook in de chat zetten van mij. Mag je naar de volgende slide. Wat er dan gebeurt als wij een hoge temperatuur detecteren, dan kan het systeem een alarm geven. En dan op basis van dat alarm heb je in principe twee opties. Een handmatige actie, als het misschien een iets minder risicovolle locatie is. Of een automatische actie. En dat is eigenlijk altijd onze voorkeur. Omdat dan eigenlijk de minst betrouwbare component uit de vergelijking wordt gehaald. En dat is toch vaak de mens. Direct terug naar de regelunit en bijvoorbeeld een mistsysteem aan laten slaan. Of een brandblussysteem. Of iets anders wat dan ervoor zorgt dan dat de temperatuur iets is gestegen. Of de brand is ontstaan, dat het ook meteen geblust wordt.
Als korte samenvatting, de DTSX of de componenten die we gebruiken zijn bewezen in de industrie. Het is een systeem dat al wel 10 jaar bestaat, gecertificeerd voor branddetectie. En eigenlijk heb je geen onderhoud nodig voor deze kabel. Omdat het een fysieke glasvezelkabel is waar geen bewegende onderdelen aan zitten. En het voelt ook niet middels direct contact met de buitenwereld. Op dit moment zijn wij bezig met de installatie van één zo'n systeem, waarbij 2 kilometer aan glasvezeldetectie wordt neergelegd in de verschillende kamers en langs de kritische apparatuur. En in de kantine hangt een groot scherm waarbij het overzicht wordt getoond en waar kritische meldingen worden weergegeven. Op dit moment zijn we op zoek naar samenwerkingen. Dat kan uiteraard met boeren zijn, maar ook met andere leveranciers, installateurs, verzekeraars. En onze gegevens staan op de slide. Dus mochten er vragen zijn of manieren voor samenwerking, dan staan we daar uiteraard open voor. Ik wil jullie danken voor de aandacht. En goed dat dit initiatief er is. Want ik denk dat met de technologie ook die vandaag wordt laten zien, dat we zeker wel stappen kunnen zetten. Bedankt. Dankjewel Niels. Ik ga heel gauw door bij de volgende spreker. Want we lopen wat uit in de tijd. En we willen ook. Er zijn nog 2 technologie-pitches. Waarbij we uiteraard nog ook wel even een stukje reflectie hopen vanuit Achmea. Ik wil het woord nu dus snel doorgeven aan Elzo Dik van Elotech. Goedemiddag, met Elzo Dik van Elotech. Ik zal het even voorstellen. Elotech is een leverancier van elektronische beveiligingssystemen. Waar we zijn eigenlijk gespecialiseerd in de agrarische sector. We houden ons bezig met detectie in stoffige, vochtige omgeving. Eigenlijk al een jaar of 25 vanuit Noorwegen. Op de basis van onze detectiesystemen is eigenlijk dat we lucht halen uit de ruimte die we detecteren met onze melders, zoals je in het midden van de slide kan zien. Op deze melders kunnen we, van de vorige slide even weer terug kunnen zakken. Dankjewel. Zoals je in het midden van de slide kan zien, kunnen we op die melder kunnen we 2 buizen van maximum 100 meter aansluiten. Met een bereik van 5 meter aan beide kanten van een buis, hebben we dus een optimale bereik. Kunnen we totaal een detectie van ongeveer 2000 vierkante meter bewerkstelligen op 1 melder. De kasten die we aan de zijkant zien staan, dat zijn luchtfilters. Daar halen we het stof en het eventueel aanwezige vocht halen we dus uit de aangezogen lucht. Dat zullen we altijd meenemen. Op zich, op het moment dat we in de pluimveehouders of een varkenssector zitten, dan kunnen we het in principe, als je een grondstal hebt in de pluimveesector of gewoon een normale standaard varkensstal, kunnen we hem in principe detecteren zonder extra aandacht te hoeven geven aan het terugblazen van stof of dat soort dingen. Echter, op het moment dat er meer stof is, als je bijvoorbeeld een leghennestal hebt, waar we de buizen vaak door de stellingen zelf heen leggen, dan hebben we een continu veel hogere druk van stof. Dan hebben we een bepaalde unit, die kunnen we straks in een paar sheets verder, zullen we die zien. Daar kunnen we dan wekelijks de stof even terugblazen, zodat we langer vol kunnen houden met het systeem, zonder daar extra aandacht aan te hoeven geven. Mag ik de volgende sheet graag, Jacqueline? Na een detectie kunnen we natuurlijk van alles schakelen wat we willen. Melden, schakelen of naar blussystemen, branddeuren of doormelding naar wie dan ook is. In basis, die mogelijkheden kunnen we zelf natuurlijk configureren, maar het is puur enkel stal, schuur afhankelijk. Per bedrijf is het toch elke keer weer verschillend. Mag ik de volgende sheet? Kijk, daaronder hebben we de extra terugblaasunit nog staan. Die unit blaast in geval. In geval van leghennen en een continue stofdruk, daarmee kunnen we dus wekelijks het stof even terugblazen. En eigenlijk op die manier ook een modulair compact systeem neer te kunnen zetten, wat relatief onderhoudsvrij is. Zoals gezegd, een jaar of 2025 hebben we inmiddels ervaring in de agrarische sector in Noorwegen. Dus op zich gaat het eigenlijk goed. Het blijkt inmiddels wel dat stallen in Nederland toch iets anders zijn dan de schuren in Noorwegen. En met name heeft dat te maken met omvang en luchtstromen. Maar inmiddels hebben we daar een jaar of 7, 8 nou dusdanig veel ervaring in dat het steeds beter en mooier wordt. Mag ik de volgende sheet?
Jacqueline. Om een klein beetje een beeld te geven voor een investering, ik bedoel, alles moet betaald wezen natuurlijk, kunnen we dus voor een schuur van ongeveer 2000 vierkante meter met de benodigde filters en melders en dat soort dingen, kunnen we dat ongeveer voor 2 euro per vierkante meter aan apparatuur leveren. Moet het er nog wel in natuurlijk, maar goed, in basis is dat denk ik een relatief betaalbare oplossing voor een dusdanige schuur. Ja. Eigenlijk, kortom, ja, maar de laatste zien. Als er vragen zijn, kunnen we altijd contact opnemen met elso@elotheek.nl. Dank voor deze uitnodiging. En mochten er vragen zijn, ik ben altijd bereikbaar. Petje af, Elso. Ik moet zeggen dat het jou goed gelukt is om een korte pitch te doen. Waarvoor mijn grote dank. Graag gedaan. Ik wil eventjes inderdaad het laatste, maar not least, pitch van MJ Tech. En ik wil vragen of Jurjan inderdaad een beetje, ja, gezien de tijd, snel door de slides heen zou kunnen gaan. Zodat we Erwin inderdaad nog een korte reactie kunnen vragen na afloop. Dat gaat lukken, Jacqueline. Laten we beginnen. Hartelijk dank allen voor uw aanwezigheid. Zoals de voorgaande introducties, die gingen allemaal over detectie. Maar de vraag is, wat dan? Hè? En kan je iets ter plaatse hebben om die brand in de kiem te smoren? Ja, menigeen mag misschien denken aan een sprinkler, maar dat beschouwen wij toch echt als een no-go, als doodgeld. Want met sprinklers wil je eigenlijk nooit iets doen in een dagelijkse praktijk. En wij denken dat een MJTEC-unit, die zowel nevel als watermist kan creëren, dat dat een goede oplossingsrichting kan zijn. Kort inderdaad over MJTEC inderdaad. Wereldwijd zijn wij al 30 jaar actief in meer dan 40 landen. Meer dan 1000 installaties, 300 stallen gedaan. En wat dat betreft zeer bewezen ten aanzien van de oplossingen. We hebben inderdaad eigen productie, eigen unitbouw. Dat doen we allemaal vanuit Etten-Leur. We maken onze eigen hoge druk perskoppelingen. We hebben buislezers, lasersnijders om onze pompunits te maken. En zoals jullie uit deze dia's hebben kunnen zien, we hebben het hier allemaal over RVS 304, 316. Wij werken niet met kunststofslangen. Messing is geen optie. En als het gaat om brandveiligheid, zou dat goedkoop duurkoop zijn. Dus dat moet je niet willen. Ja? Wat deze dia ook duidelijk maakt, is dat wij voor elke situatie kijken naar wat moet je hebben qua type nozzels. Wat is de type verneveling of watermist die nodig is in een bepaalde ruimte. En welke pompunits heb je daartoe voor zeg maar, nodig. Ja? Als je kijkt naar de volgende dia, dan hebben wij in de stallenwereld eigenlijk traditioneel een stukje hele kleine druppeltjes gecreëerd van 5 tot 10 micron om een stukje koeling te doen. Zeker in de zomertijden, zomerperiodes. En met name het weer van de afgelopen 3 jaar met al die extremen zien we dat heel veel staleigenaren eigenlijk denken, oké, dit zou wel eens een knop kunnen zijn die ik wil hebben om het welzijn en de productiviteit van mijn dieren goed te houden. En wij doen dat ook op een zodanige wijze dat dieren niet nat worden. En daar zit soms een eerste aarzeling bij een staleigenaar van, watermist, worden mijn dieren nat? Nee, dat weten wij donders goed, is een no-go. En uiteindelijk gaat het dus om een goed klimaat te creëren voor vleeskuikens, legrennen, koeien, varkens, maakt niet uit. En zorgen dat die hun productie overeind houden. Volgende dia. Dat verhaal van die nevelkoeling, dat kende de firma Kuiperskip ook als geen ander. Ja, die hebben in het verleden al in andere stalconcepten met ons gewerkt. En het hele principe en concept wat ze hadden bedacht om maar van kuiken tot slag te gaan en geen transport. Daar hebben ze heel hard aan gewerkt om te kijken dat ze dat van de grond konden krijgen. En dat is dan gelukt in 2019. En de credits gaan ook naar Kuiperskip om eigenlijk een stap verder te gaan met van wat kan je eigenlijk nou met zo'n pompunit doen, behalve nevelkoeling en klimaat. En dat hebben we daar gerealiseerd in 2019. En daar is één en dezelfde pompunit die behalve het klimaat regelt in de stal, ook een enorme belangrijke rol speelt met brandveiligheid. En wat nog belangrijker is eigenlijk, is dat ze eigenlijk het systeem elke 7 weken gebruiken met hun stalwissels. Want dan gebruiken ze het om voor te weken en te reinigen. Ja, ideaal om te checken of je brandveiligheidsinstallatie het doet. En dat hebben we dus
daar gezien. Dat hebben we vertaald naar een plan en een unit die wij vorig jaar van de grond aan het trekken zijn, dit jaar gaan introduceren. Zoals jullie op de dia's hebben langs zien komen, gaat het dus dat je echt vier functies kan afdekken. Het klimaat, een stukje luchtkwaliteit willen we meenemen, het reinigen en desinfecteren in de stal en dan die brandveiligheid. Als je kijkt naar de dia, de volgende Jacqueline, dan zie je inderdaad dat wij eigenlijk in de technische ruimte de unit willen plaatsen. En één en dezelfde unit, die kan dan helpen met het klimaat, dat is die zwarte lijnen. We zullen iets extra volume moeten creëren binnen in de stal om voldoende waterdruppels te creëren. Dat de zuurstof ontnomen wordt en dat je dus echt brandblussend kan werken. En in de technische ruimte kunnen wij met speciale nozzels ook zorgen dat als daar iets gebeurt met besturingskasten en dat wordt gedetecteerd, dat daarmee het in de kiem gesmoord wordt. Laatste dia, Jacqueline, is wat zien wij als aandachtspunten richting de toekomst? Wat we net hebben allemaal gezien en getoond was rondom iets kunnen hebben te plaatsen rondom als er iets van binnen gebeurt. Maar er kunnen zelfs vragen komen van, kun je aan de buitenkant misschien iets doen? En ook zelfs misschien daar is nog wel wat mogelijk als we met relevante partijen om tafel zouden zitten. Nou, welke procedure moet een staleigenaar ter plaatse toepassen? Dat zien wij als echt een van de vraagstukken waar een staleigenaar tegenaan loopt. Als die over dit thema moet nadenken, komen allemaal dingen op als van, hoe ga ik met een vals alarm op? Worden mijn dieren niet nat? Heb ik geen schades? Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe moet ik met mijn ventilatie omgaan? Dus dat soort dingen, daar kunnen we misschien als industrie een heel wat stappen doen en best practices of protocollen gaan delen, zodat staleigenaren geholpen worden. Het derde onderwerp sluit daar ook aan. Het zijn nieuwe onderwerpen soms voor staleigenaren. Wat branddetectie, watermist, moet ik me daarmee bezighouden? Ik wil met mijn dieren bezig zijn. Maar ook dat betekent dat we duidelijk moeten maken, hey, hoe hangt dat samen? Wie speelt de rol van hoofd aannemen? Hoe kunnen we die staleigenaar ontzorgen? Ook daar hebben we als industrie wat dingen te doen, denken wij. En zeker dan als het gaat om punt 4. Ja, met al die diversiteit van bestaande stallen, wat kunnen we op dat vlak doen? Dus, maar ook daar zou dit verhaal wat ik net heb gehouden goed van toepassing kunnen zijn. Ja, en misschien als laatste, wat de boer niet kent of wat onbekend is, dat kent hij ook niet qua toepassing. Dus daar zullen we nog meer lawaai over moeten maken, meer duidelijkheid, informeren. En dit was daarbij een eerste aanzet. Ik wou jullie bedanken voor jullie aandacht. Super, dankjewel. En wat ook heel mooi is om te zien, is dat je de technologie die je toepast in de stal voor meerdere functies kunt gebruiken. En ik denk dat dat ook een win-situatie is voor de boer. Ik ben benieuwd of Erwin daar op dezelfde manier naar kijkt. Erwin, je hebt al die presentaties voorbij zien komen in Vogelvlucht. Klopt. Ja, het is natuurlijk allemaal fantastisch om te zien in de laatste tijd hoeveel nieuwe dingen erbij gekomen zijn om stallen te verbeteren, te beveiligen. Maar we moeten met z'n allen natuurlijk wel in gedachten houden dat van alle getoonde systemen was alleen die van G die brand voorkomt. Want hij meet van tevoren van, hey verrek, mijn onderdeel wordt nu te warm, mijn onderdeel is versleten, je moet hem nu vervangen. Nou, als je dat dan doet, heb je een brand voorkomen. Dat levert natuurlijk het meeste op. Al de andere onderdelen, die spelen allemaal in op het moment van, het gaat nu mis. En de een is daarin met alleen maar melden dat het misgaat. Het andere blust ook. Of zet de stroom uit, of onderbreekt het. Hè. Een vlamboogdetectie onderbreekt het probleem, waardoor de brand niet als zodanig ontstaat, maar het probleem is ontstaan. Het belangrijkste is dus ook vandaar dit plaatje, dat je meerdere onderdelen nodig hebt voor een brandveilig gebouw. Bovendien is het natuurlijk zo dat ik kan sprinklers ophangen, ik kan nevelinstallaties ophangen, maar als mijn isolatie van Tempex nog is en de brand van een simpel TL-buis die te heet wordt en springt over in mijn Tempex-dak, dan helpt daar geen enkele branddetectie tegen en geen enkele vorm van blusinstallatie. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk dat het onderhoud van de gebouwen niet alleen beperkt tot de elektrische installaties en de machines die erin zitten, maar als de gebouwen ouder worden ook nadenken, hè, is mijn isolatie nog up-to-date? Moet ik niet nadenken over misschien wel nieuwbouw? Zorg dus dat al die verschillende onderdelen, die per onderdeel hartstikke goed zijn, maar in zijn eentje nooit genoeg.
En daarom is het dus ontzettend belangrijk om dat te combineren en advies in te vragen. Nou, als we zeker bij Achmea hebben wij een heel team van techneuten klaar zitten om op allerlei vormen van vragen antwoord te geven. Ik zelf ben brandveiligheidsdeskundige, maar we hebben elektrotechneuten, we hebben werktuigbouwkundigen, mensen verstand van houtstookkachels, van klein tot zeer groot. Daar kunnen onze klanten natuurlijk gewoon gebruik van maken om te zorgen dat die risico's beheersbaar zijn en eigenlijk geen fouten kunnen optreden. Dat is eigenlijk wat wij samen dus doen. Ik werk ook met bijna al deze bedrijven al samen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, waardoor we ook op de hoogte zijn van al die mogelijkheden. Maar het belangrijkste is en blijft, maak een goed gebouw, onderhoud het goede gebouw, voorkom brand. En zorg ervoor dat je al die anderen niet nodig hebt. Maar als het misgaat, wees blij dat je ze hebt. Volgende plaatje. Dit vind ik even als aanvulling op wat niet verteld is wel handig. Want het is mooi als we het allemaal snel weten. Maar als de brandweer moet komen, dan wil je wel dat die kan blussen. Wij merken nog steeds te vaak dat er gewoon geen of weinig bluswater aanwezig is. Men denkt vaak van het riviertje voor de deur, daar kun je wat mee. Maar een gemiddelde brandweerauto in Nederland die drinkt nogal wat water weg. En zeker als je er 3 of 4 voor de deur hebt. Dus een slootje van 2 meter breed en 1,5 meter diep, dat wordt hem niet. Zorg voor je eigen bluswater. Steeds meer regio's koppelen hem af. In Drenthe is geen primair bluswater meer. In Brabant worden grote delen afgekoppeld. Zorg voor je eigen bluswater, want anders staat de brandweer daar binnen een paar minuten met een lege auto. Dus denk ook aan je eigen veiligheid. Zorg voor je eigen bluswater. Wij eisen het als verzekeraar, maar ook als wij niet bij je langsgekomen zijn, denk daaraan. Sla een put, maak een gebleven. Dus zo zaten er een heleboel van die dingen. Ik zie iemand die vraagt van aerosols in schuimkasten. Die zijn alleen nuttig als je daar daadwerkelijk een consequentie aan verbindt in de vorm van alarm. Normaal gesproken, als je een fout hebt in een schakelkast, dan gaat de gewone standbeveiliging eruit. Als dat niet werkt, dan krijg je brand. Dan werkt die aerosol 1 keer. Als je geen alarm erop hebt, dan heb je het probleem dat je dus de brand gewoon na verloop van tijd weer terugkomt. Dus aerosols zijn uitstekend met branddetectie erbovenop. Ik weet niet hoeveel er... Ja, bluswater moet er ook nog bij kunnen komen. Dat is natuurlijk wel een fantastisch ding inderdaad, maar meestal de punten aan de weg, die lukken wel. Dus, en de blusvijvers leggen we meestal grastegels naartoe, dus dat komt wel goed. Nou, super. Bedankt voor deze aanvulling, Erwin. Ik merk dat je ingaat op de vragen die in de chat terugkomen. Nou ja, als je ze komen, denk ik, neem ze meteen mee. Ja, helemaal super. Wat ik eigenlijk wilde voorstellen, de officiële tijd voor het webinar is voorbij. Dus ik wil sowieso iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Aan de andere kant merk ik ook dat er veel interesse is. Kort terug, er zijn enorm veel vragen in het webinar zelf en in de chat. Dus als de sprekers in de gelegenheid zijn en tijd hebben en ook deelnemers nog geïnteresseerd zijn en tijd hebben, dan stel ik voor dat de mensen die kunnen en willen nog heel even blijven. Dan kunnen we nog heel even op het een en ander ingaan. En een van de vragen waar ik ook wel in geïnteresseerd ben, die ook in Mentimeter nu te zien zal zijn, is: ja, wat hebben we verder nodig om preventieve innovaties verder toegepast te krijgen? En ik zal eventjes daartoe ook het scherm delen.
En Maureen, in de tussentijd, of Anouk of Herman, zijn er vragen die je recent, of die je vandaag voorbij hebt komen, zien komen, waarvan je denkt van nou, het is wel goed om dat nog heel even centraal te stellen aan een van de sprekers? Nou, volgens mij zijn de meeste vragen goed beantwoord, of die zijn tussendoor aan de orde gekomen. Dus mensen, wat ik gevolgd heb, zijn de meeste gewoon direct beantwoord. Super. Ja. Ik zie nog wel een vraag die net gesteld is. Waarom geven jullie als verzekeraar geen extra korting aan bedrijven die de preventie, nee, bijvoorbeeld plaagdierbeheersing, goed op orde hebben? Is daar iemand vanuit de verzekeraars die daar een reactie op kan geven? Ik wil daar wel een reactie op geven, ja, uiteraard. De verzekeraars die kiezen ieder hun eigen methodiek, zeg maar, om de premie vast te stellen. En in ieder geval ons model zitten absoluut triggers die gekoppeld zijn aan preventie. Maar wij realiseren ons ook dat we niet alle elementen mee kunnen krijgen. Daarnaast gaan wij ervan uit dat alle boeren, zeg maar, zich houden aan de regels ten aanzien van plaagdierbestrijding. En dat ze daar allemaal dus op hetzelfde redelijk vergelijkbaar niveau zitten. En dat premiedifferentiatie op dat niveau, dat niet toevoegt. Feitelijk zit dat dan al in de premie voor leven. Ja. Dankjewel voor je reactie. Intussen worden de zaken in Mentimeter steeds gevuld. Het gaat, ik zie dat veel mensen toch ook op de regelgeving, geld en bewustwording inzetten. Of dat een bijdrage geeft. Ik ben ook wel benieuwd of een investering zich makkelijker gedaan wordt als een nieuwe technologie voor meerdere zaken toepasbaar is. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Of dat dan ook bijdraagt aan een snellere implementatie. In de tussentijd ja, kunnen we misschien nog heel even naar een volgende vraag. Ik weet niet of er een van de sprekers is die hier nog specifiek op wil reageren. Anders dan ga ik door, misschien vanuit Marieke of vanuit Bertus, of die daar misschien nog even een reactie op willen geven. Als die er nog zijn. Nu is alleen de vraag nog ontgaan, hè? Nou, of je een technologie sneller wil of zou implementeren, als die voor meerdere zaken toegepast zou kunnen worden. Ja, ik denk het zeker wel. Zeker als het ook nog ergens arbeidsverlichtend werk of dingen gemakkelijker maakt. Dan denk ik dat mensen er echt veel makkelijker voor gaan. Dan zien ze het niet alleen als een kritische nood, maar dan zien ze het ook nog als een hulpmiddel. Ja, ik kan het beamen, want het is mooi als je meekoppen kansen kan maken. Ook met bijvoorbeeld inderdaad hittestress, maar ook reductie van fijnstof, ammoniak en wellicht nog andere zaken. Oh, nou, dat is goed om te horen. En zijn er dan, dat is ook eigenlijk een vraag, de volgende vraag in Mentimeter is, zijn er dan nog, we hebben vandaag een aantal slimme koppelingen gehoord, ook nieuwe technologieën. Waar ik wel benieuwd naar ben, ook van de deelnemers, toch nog 90 mensen die hier nog aanwezig zijn. Of er misschien wel nieuwe koppelingen te bedenken zijn die vandaag niet genoemd zijn, waarvan of het bestaan er al is, of waarvan je denkt van nou, is er door de technologiebedrijven al hier aan gedacht? Daar ben ik wel benieuwd naar, ook om of er nieuwe ideeën zijn eigenlijk van technologie die aan de ene kant al in de stal aanwezig is, misschien met een andere technologie gekoppeld kan worden. Ja, als ik er wat van mag zeggen. Graag. Het is volgens mij wel zo dat heel veel stallen hebben een stalklimaatcomputer die al verschillende temperatuurvoelers in de stal hebben en heel vaak zit er een functie in die computer, die vaak niet actief is, maar gewoon wel actief gemaakt worden, dat als er in een korte tijd de temperatuur omhoog gaat, dat je een verdacht alarm krijgt en daardoor een melding op je telefoon of op de alarminstallatie. Dus ik denk dat dat wel eens een onder,
gesneeuwd instrumentje is. Anderzijds, als de echte temperatuur aan het omhoog gaan is, dan ben je al wel laat, denk ik. Maar het zit er vaak wel in en het wordt nauwelijks gebruikt, volgens mij. Ja. Ik ben ook nu bezig samen met een klant en een ander bedrijf, waarbij we dus een alternatief hebben voor de luchtwasser. Die komt er gewoon niet meer in. Dat werkt onder andere op dezelfde manier als wat G doet, met allerlei sensoren, maar dan in een veelvoud daarvan. Er komen misschien wel 10.000 extra sensoren in die stal bij. Het voordeel daarvan is dat je werkelijk alles weet wat er gebeurt in die stal. Er wordt door middel van zuurstof, op de juiste manier zuurstoftoediening gewerkt, waardoor dus ammoniak, fijnstof en dergelijke gebonden worden met één systeem. En nou ja, we moeten allemaal aan de uitstootreductie. En met dit systeem krijg je dus en een beter klimaat en gezondere dieren. En je uitstoot gaat omlaag. Ja, alles in één. En de grap is dat de prijs komt ongeveer overheen met het aanbrengen van een luchtwasser plus luchtkanaal. Dus er wordt op een heleboel fronten wordt daar echt aan gewerkt. Waarbij het natuurlijk in een nieuw te bouwen stal altijd een stuk eenvoudiger zal zijn dan in een bestaande stal, kan ik me voorstellen. Nee? Nee. Dat is in dit geval totaal niet relevant, want we testen het in een oude stal. Die moest omgebouwd worden vanwege de nieuwe eisen. En we waren er net op tijd bij, waardoor de klant dus daar niet voor gekozen heeft. En het nieuwe systeem heeft gekozen, in overleg met de provincie en de gemeente uiteraard. Want je hebt duidelijk vrijstelling nodig van de officiële normen. Bedienverstanden, dus vandaar ook al die sensoren, dat we alles moeten meten. Zeker weten dat we een gelijkwaardigheid halen. Maar op dit moment zitten ze op bijna 95% reductie van alle te meten stoffen die de stal uitkomen. Oké. Zonder luchtwasser. Nou, dankjewel. En inmiddels komen de ideeën eigenlijk ook wel aardig binnen in Mentimeter. Er zijn 15 mensen die nog wat ideeën hebben aangedragen. Ik weet niet of er sprekers zijn die daar graag nog op willen reageren. Ik wil nog wel reageren, Jacqueline. Ik zie een aantal keren data-analyse, big data. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nu we zeg maar, die technologie inmiddels zover hebben. Maar de kunst is dus hierbij van je moet het evenwicht vinden tussen vals positief en vals negatief. Dus als je te vaak alerts hebt met een niet juist ingestelde alertfunctie, dan zet de veehouder het systeem uit. Dus dat wil je niet hebben en tegelijkertijd wil je de echte risico's wil je wel te pakken hebben. Dus het is, en daar gaat dus data-analyse echt in de toekomst een grote rol spelen. Ik ben de laatste maanden vrij actief met data science studenten van Eindhoven. En ik ben zelf van Wageningen, maar ik moet echt zeggen, er is voor mij de laatste jaren wereld opengegaan wat die data science studenten tegenwoordig kunnen. Dus daar zie ik echt perspectief in. Nou, mooi. Dankjewel voor deze toelichting nog. Er komen niet echt heel veel opmerkingen meer bij. Dus ik wil eigenlijk nog heel even vragen aan de collega's die de chat beheren of er nog specifieke dingen zijn die nu nog genoemd moeten worden of beantwoord moeten worden. Nee, wat mij betreft niet direct. De meeste dingen zijn al teruggekomen. Ja. Prima. Vanuit de sprekers nog? Nee. Als ik geen reactie krijg, dan wil ik iedereen echt enorm bedanken. Zelfs ook in eerste instantie zeker alle sprekers voor hun bijdrage vandaag. En hun inzet om binnen de tijd te blijven, wat door mijn technische zaken even helaas niet helemaal gelukt is. Met excuses. En ik wil alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid vandaag. We hebben inderdaad dit webinar opgenomen en we zullen de link naar de opname en ook een link naar alle presentaties inderdaad delen. Zodat het voor iedereen zichtbaar is, ook voor de mensen die alsnog niet konden aanhaken. Xander, ja. Ik weet niet of jij er nog binnen bent, maar als projectleider van de taskforce,
Misschien ben je nog in de gelegenheid om een slotwoordje te doen voor vandaag. En dan kunnen we denk ik afronden. Wat willen jullie vanuit de taskforce gaan doen naar aanleiding van dit webinar? Heb je een beeld gekregen? Ja, ik heb wel een beeld gekregen, ja. En beide kanten, eerlijk gezegd. Vanuit de rationele kant, hè, ik zie oplossingen, ik zie goed hard nagedacht wordt, hè, prachtig te zien. Maar ook vanuit de emotionele kant, dat filmpje dat getoond werd en het verhaal van Bertus, zeer imposant. Dat raakt je, zeg maar. Extra motivatie om hier wat mee te doen. Ik ben ook erg blij met de samenwerking hiermee, ook met Herman en ZLTO. We zullen samen ook gaan kijken naar hoe we dit gevolg kunnen geven en hoe we de innovaties verder kunnen brengen, ook met andere partijen, zoals ook met G, denk ik. Dus ik denk, Jacqueline, de eerste stap is natuurlijk om terugkoppeling te geven over deze sessie en dit met iedereen te delen. En nogmaals terug te geven aan iedereen die hier aanwezig is. Om, als je op de hoogte wil worden gehouden over onze voortgang, dat je dan je aanmeldt. Hè? Dat je een mailtje stuurt naar de taskforce met het bericht, ja, je kunt mij mailen. En dan kunnen we je meenemen in onze nieuwsbrief. En dan kunnen we je ook benaderen als er weer vervolgstappen worden gezet. En verder wil ik iedereen danken voor degene die de inzichten deelde. Voor degene die hier al bij betrokken was en die hiermee ook voor mij in ieder geval een signaal afgeven over het belang van dit onderwerp. En voor jou, Jacqueline en Herman en de mensen achter de schermen. Dankjewel voor deze mooie slotwoorden. En ik denk inderdaad dat we zeker genoeg motivatie hebben om weer door te gaan en de branden te voorkomen. Ja. Dank jullie wel allemaal en bedankt voor jullie aanwezigheid.